ruimen van het huis van mijn vader vond ik deze button. Indo. In Nederland door omstandigheden staat erop. Ja. Ik was verbaasd van waar deze tekst. Heimwee, verlies, ontheemd zijn. Hij was toch gewoon een Nederlander. Tegelijkertijd doet een verre achterneef van mij een gooi naar de macht in Den Haag. Met een rancune en een fanatisme die voor een gemiddelde Nederlander niet te begrijpen zijn. Deze voorstelling is dan ook een zoektocht naar de ziel van de Indo. Als het goed is, zien wij zo dadelijk het Jungle Pulp Blondje. De parade aan de lijn. Wat blijkt de parade? 100% hetero, blanda, middelklas en wat wat? En daar willen we graag wat meer multiculturele inbreng. He, zoals Marokkanen. En maar ja, ook de Indo willen we natuurlijk niet vergeten. Een passamalam voor bleekschetelen. Brani soepa. Goedenavond, dames en heren. De naam is Wilkers. Theodor met TH. Ik zeg tegen mijn neef Geert. Geert, als jij orde op zaken wil stellen in Den Haag, dan moet jij je vermommen. Want naar een Indo luistert men niet. Beste Geert, als ik aan jou denk, vechten schaamte en trots om voorrang. Eindelijk een Indo als minister-president. Hij is meer dan resident. Hij is minister-president. Maar Geert, neef, kom terug. We missen je. Wij weten waar jij vandaan komt. In Nederland door omstandigheden. Geert, je hoeft niet meer de beste van de klas te zijn. Niet meer witter dan wit. Sluit vrede met de Indo in jezelf.